De vakcentrale C47 zal volgens voorzitter Robbie Berenstein ervoor zorgen dat de crisis wordt aangepakt. De C47-voorzitter zegt in een onlangs gehouden assemblee voor de arbeid dat de crisis zich op verschillende manieren heeft geopenbaard aan de samenleving. Daarbij zijn er sinds de afgelopen 2 jaar ook voelbare symptomen te merken, zegt Berenstein. We hebben als gevolg van deze situatie in verschillende sectoren ook crisis gehad. En niet eens gehad, die zijn er nog steeds. Waaronder de crisis in de gezondheidszorg, in het onderwijs, maar ook in andere sectoren, zoals de pensioenen, waar we later op terug zullen komen. Maar ook, gaan we ook later behandelen, in onze energiesector, ja, elektriciteitsopboom. En wat is de rol van C47 geweest in dit geheel? Koop die memo-schriftjes aan het pakken. Berenstein geeft aan dat uit rapportage van alle bonden aangesloten bij C47 bijkans 90% afkomstig is uit de particuliere sector. Ze geven aan dat vanwege de crisis een terugval te merken is in de koopkracht van de werknemers. We hebben hier en daar nog wat overheidsbonden, maar dan 90% komt uit die particuliere sector. Daarom, als u onze stappen gevolgd werd, hebben wij als C47 bewust er niet voor gekozen om deel te nemen aan onderhandelingen, want op een gegeven moment was het binnen Rafaxuur het verzoek dat die onderhandelingen bij Rafaxuur door Rafaxuur gedaan moeten worden, onder andere vanwege de situatie binnen de CLO. We hebben gezegd, hoe doe mee? Koolip dati, die ding vakcentrale, naam horen voor Lantibond. Wat we hebben al onze handen vol met de bedrijven in de particuliere sector. We hebben al onze handen vol. Waar we overheidsbonden hebben, daar onderhandelen we dus gewoon op het niveau van die werkgever. En nu zijn er een aantal issues wat dat betreft. Naar zeggen van Berenstein zijn er in het afgelopen jaar meer dan 60 collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten met werkgevers.